Nou, dit is dag 2. Ik ga de mensen verzorgen. Zoals je ziet komt er een sponsje bij het beeld. Dus die mensen die willen graag gewassen worden. Je ziet ook dat mensen vragen om maaltijden. En dan hopen we dat we de dag weer voor de mensen netjes verzorgen. En dat ze tevreden zijn aan het einde van de dag. Deze game hebben wij voor gekozen omdat wij graag een innovatieve manier wilden gaan benutten om nieuwe medewerkers te zoeken. Is het niet zo dat u gewoon iets meer moet betalen, dan komen de werknemers vanzelf naar uw bedrijf toe? Wij denken niet dat wij meer moeten betalen aan werknemers om ze naar ons toe te trekken. In de zorg betalen we conform CAO-VVT, dat doen eigenlijk alle zorgorganisaties. En wij denken niet dat we daarmee direct meer medewerkers zullen trekken. Nee, computers, daar hou ik me nog niet mee bezig.